Hip-hop in Nederland, daar gaan we het over hebben. Hip-hop in Nederland is volwassen geworden. Zelfs de overheid probeert van de zomer bij de Europese verkiezingen met rap jongeren naar de stembus te lokken. Dat ging toen zo. Je bent een Nederlander, want je woont in Nederland. Je hebt je stemrecht, dus gebruik die mening dan. Een referendum is de opzet. Het is aan jou, voor of tegen. Maar 1 juni is de kans om te spreken. Een referendum is de opzet. Wat vindt u van de Europese grondwet? Jarenlang werd er door Nederlandse rappers naar de hip-hop scene in Amerika gekeken en dat werd dan klakkeloos gekopieerd. Maar nu blijkt dat er met Nederlandse teksten over onze eigen samenleving een nieuwe dimensie kan worden toegevoegd. U ziet het in de reportage van Kika Vliegendhart. Flip die vrije stijl uit het hoofd. Pak die microfoon, broer, vuurtjes worden uitgedoofd. Maar dat betreft ben ik als een kaarsendoder. Doe me Joris en ik ben als de drakendoder. Ik doe me niet mee met de laatste mode. Ik heb mijn eigen shit, ik steek een middelvinger naar je dresscode. Het is een muziekvorm die heel dicht bij de straat staat. Omdat het een laagdrempelige muziek is. Je hoeft er niet voor naar een... Naar een muziekschool of zo, je hoeft geen noten te leren lezen, weet ik veel. Je kan een microfoon pakken als je goed bent met je gevoelens of je ervaringen verwoorden en goed kan rijmen. Ja, ik denk dat het daarom ook een hele populaire muziek is, vooral bij jongeren. Omdat het zo laagdrempelig is. We vinden het te duur als je iedereen in een cel stopt. Dus willen ze de doodstraf omdat dat minder geld kost. Mensen vermoorden, ja dat is kwaad. Maar de wet begaat legaal dan niet zelf. De song, er is niet één boodschap die de hip-hop vertegenwoordigt. Al is er wel bij mij dan wel een soort overkoepelend iets wat altijd wel terugkomt. Ik denk vooral vrijheid en gelijkheid. Ik kan niet zo goed tegen onrecht of zo. En daar wil ik dan wel over schrijven. Dat kan mij wel inspireren om een nummer over te schrijven. Kijk je vooral binnen de grenzen of buiten de grenzen? Waar nee, eigenlijk alles. Wat dingen die je meemaakt. Als je een keer iets op het nieuws ziet wat je gewoon moet verwerken. Dingen die je ook hoort in je omgeving. Als vrienden iets hebben meegemaakt, gebruik je ook. Ja, de meeste teksten zijn gebaseerd op een ervaring of een emotie. En als die eenmaal binnen is, overwinnen ze helpen. Reemster werd bekend door zijn nummer Kut Marokkanen en won in 2001 de Grote Prijs van Nederland. Inmiddels groeit het aantal hip-hop webmagazines en wordt er gewerkt aan de eerste Nederlandse hip-hop film. Dus lippen op elkaar en laat me je na niet poppen. Schat, onderschat me niet, anders drop ik je in mijn kofferbak. Jawel, aangenaam, dat moest eruit. Wij zijn ook zijn er sindsdien nieuwe rappers doorgebroken, zoals Typhoon uit Zwolle. Hij won vorig jaar de Grote Prijs. Maar helaas, ik zie separatisme. Binnen het gezin tegen mijn zin in. Mama, ik mis je. Pa, ook wij. Niet alleen de tijd neer. Doe mij overgevoelig, maar die littekens doen ook mij zeer. Ik heb mijn muziek, maar daarnaast ook mijn studie en alle andere zussen en zaken. Dus wat ga je studeren? Religiestudies. Wauw. Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik wilde vroeger altijd dominee worden. Dezelfde monotone tonen hoor ik als ze passen. En werken teksten continu weer in een anti-prima. Wat zou je zijn zonder internet of zonder freepass? We kijken heel veel naar verschillen tussen geloven. Maar ik heb zoiets van, ja, als je met elkaar naar een hoger doel wil streven, dan zou je naar de overeenkomsten moeten kijken. En misschien zal mijn inbreng niet heel groot zijn, maar ik heb zoiets van, als ik dingen voor mezelf kan veranderen en voor een paar mensen om me heen, dan ben ik al tevreden, weet je. Twintig jaar geleden begonnen DJ's in de Bronx hun muziek te draaien op straat en in parken. Het fenomeen MC ontstond. Well, I called my girl, I'm on the phone, to see if she was busy or all alone. Jongeren die hun teksten begonnen te rappen op de beat van de muziek. Breakdancers en graffiti-artiesten droegen hun steentje bij en de hiphopcultuur groeide uit tot een mega-business in Amerika. Nu pas is er ook sprake van een Nederlandse scene. And now for the MC's, round two. Andrew Makkinga, radio- en televisiehost, volgt het op de voet. Er is gewoon nu ook meer media-aandacht voor rap en wat jongeren rappend zeggen. En vooral heb je de ontwikkeling van de underground scene, die hier natuurlijk eigenlijk al net zo lang bestaat als hip-hop in Amerika, of bijna net zo lang. Maar dat moet ontwikkelen. Kortom, er is een scene aan het ontstaan. En dat duurt gewoon even. Je kunt niet iets kopiëren wat in Amerika begint en dan de volgende dag je eigen scene hebben. Dat lukt niet zo snel. Iedereen zegt Zwolle, kom op, tijd voor de stad. Lyrische hoofdstand, iedereen zegt Zwolle. Rap, de rap, zie, Damskom is klaar voor die nappie. Kijk je naar Amerika af en toe, wat daar gebeurt?
Vooral vroeger was dat een hele grote inspiratiebron. Mensen als DMX, Jay-Z, weet je, enzovoort, enzovoort. Nu zie ik toch zo van, de muziek in de States is ook veranderd. En je merkt zelfs dat een heleboel Amerikaanse artiesten toch meer een kijkje nemen in Europa, wat daar gaande is. Iedereen, kom op! Gaat aan ons voorbij, is sneller dan jou en mij. Vraag maar waar ik blijf. Ik fietsen naar school op een BMX. Zie je in een oude spijkerbroek met leerlapjes op mijn knieën. Natuurlijk gemaakt door mama, ja. En ik gaf niks op mijn schoenen, was trots op O'Hara's. Ik denk dat de scene nog niet zo groot is dat je zegt, nou, we rennen Bluff en André Hazes en Marco en al die jongens voorbij. Absoluut niet. Maar wat je wel ziet, er zijn een aantal artiesten die uitkomen met de cd. En daarachter zijn er duizenden jongeren nu bezig op een computertje thuis met rappen en beats maken. Representing. Woo! Yeah. My name is Miss D. That's my nickname you see. I fucking knew y'all since elementary. You're just a geek to me. I'm fucking laughing stock. You what the fuck? Fuck is you supposed to be? Ik ben in Iran geboren. Mijn vader was Russisch, mijn moeder is Iraans. Mijn moeder komt echt uit de tijd van de Shah, zeg maar, weet je, echt gewoon dat zij echt vrijheid had om alles te doen en alles te zeggen wat zij maar wou. Maar dat is in één dag, zeg maar, veranderd daar zo. En toen is zij ook met mij weggegaan. Toen, ja, ze heeft natuurlijk ook mee te maken dat ze mijn vader toen hadden gepakt en mijn vader en mijn opa hebben geëxecuteerd, maar... We zijn allemaal gelijk, geen tijd voor onze eigen zijk, dit klaart. Ik ben gekomen naar dit land, mensen lijken dan met mij gelijk geïntegreerd. Ik ben een Nederlander, jongste van al aangeleerd. Je bent niet anders door je kleur als jij dat soms beweert. Als jij dat denkt, dan denk je toch verkeerd. Zeker breng ik wel die roots een beetje erin, hoor. Ze blijven toch altijd zeggen, waar kom je vandaan? Want ja, je hebt toch een andere huidskleur. De basis van hiphop werd gelegd door zwarte jongeren uit de achterbuurten van New York. In Nederland zijn de blanke rappers de grondleggers van de scene. What's up, yo? Laat me wat handen in de lucht zien dan. Niet zo flauw doen, niet zo flauw doen. What up? Hiphop in Nederland is echt op zijn Hollands begonnen. Weet je wel? Os door Posse jaren geleden. Dat was underground. Nu inmiddels Brainpower is gekomen. En dan heb je in die slipstream weer de Reemsters, de Typhoons, al dat soort nieuwe jongens. Kijk. Die hebben allerlei kleuren en pluimage en afkomst. Maar in feite zijn er Nederlanders, autochtonen, die hier ook zijn begonnen met rappen. Tussen de eerste lichting autochtone rappers zat echter ook één Marokkaans-Nederlandse jongen. Niemand kent Salah Eddine hier, maar in het buitenland staat hij voor zalen met duizenden mensen. Ik kom net uit Londen. Ik heb daar wat besprekingen gedaan en interviews afgegeven. Een paar dingen besproken met promoters over aankomende optredens die gaan plaatsvinden in Londen en in Bedford. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Hij heeft dus al jaren in zijn eigen taal, Marokkaans, maar ook Arabisch. Dus die jongen heeft eigenlijk een bereik wat vele malen groter is dan welke Nederlandstalige rapper ook. Internationale contacten zijn via mijn manager gekomen. Nou, hij is getekend bij de grootste hiphopgroep ooit eigenlijk, de Wu-Tang Clan. En ja, dankzij hem heb ik mezelf kunnen bewijzen op tour. Samen met de RZA, Raekwon, Wu-Tang. Zelf wereldwijd heb ik mezelf kunnen promoten. Ik heb het buitenland. Als er zoveel rappers hier in Nederland één landje moeten delen, dan vind ik het niet erg om de rest van de wereld te pakken. Hoor.